Dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar F1 22 met kijkers online zonder Matty. Althans, dat is wat ik denk, maar ik vind het een beetje eng. Ik heb namelijk het idee dat één van deze mensen in deze lijn toch stiekem Matty is. Weet je wel, met zo'n fake account. Dat is echt typisch hem. Waarom? Ik appte hem of hij mee wilde doen en hij kon niet, want hij was met zijn vrouwtje. Meneer zit weer onder de plak, bla 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 bla. Maar hij was wel één van de eerste die mijn story zag. En ik dacht, ik heb hem vanmiddag gevraagd, ik vind het echt iets typisch Matt. Om dan meldingen voor stories van mij aan te zetten. Zodat hij dan als eerste ziet dat ik dit ga doen. En dan stiekem gaat joinen. Misschien binnenkort toch op zijn kanaal. Maar ik denk dat we online F1 gaan spelen. Met kijkers alleen. En misschien is een cheeky Matty erin. Maar voor we beginnen. Ja, want de video van vandaag wordt wederom gesponsord door mijn vrienden van AirUp. En die zien hem al. De nieuwe stalen fles. Wow. Wat dit? Hij wordt gewoon gevuld geleverd. Maar met deze stalen fles. Blijft jouw water nog langer koud. We kennen allemaal het idee van AirUp, hè? Je hebt hier een fles met water. Dan knal je een pot op. Bijvoorbeeld een van de nieuwe smaken. Zoals deze Galia meloen. Je plaatst de pot op de fles. Activeert hem door hem naar boven te trekken. En op het moment dat je nu drinkt. Ruik je de geur van de pot. Waardoor dat je water smaakt naar in dit geval Galia meloen. Deze is lekker trouwens. Een van de nieuwe smaken. Maar het grote voordeel aan deze stalen fles is dat je water ook nog eens langer koud blijft. Ik ga vandaag 3 races achter elkaar doen. Dat kost je ongeveer een uur. Tussen die races door heb je echt geen tijd om op en neer te lopen om je water opnieuw te vullen. En als je vooraf al een fles vult, kan dat nog wel eens warm gaan worden. Zeker met alle apparatuur die hier draait en hoe warm het in mijn studio wordt. Dus hoe lekker is het dan dat je water lekker koud blijft in deze stalen fles. Zodat ik zo meteen over een half uur of over 3 kwartier nog steeds kan genieten van een heerlijk koel watertje uit mijn AirUp fles. Oké, goed. We starten op het Circuit of the Americas. Waar natuurlijk in principe afgelopen week de race is geweest, als jullie dit zien. En ik ben benieuwd hoe wij het hier kunnen doen. Op het moment dat ik dit opneem, heeft de kerstverse wereldkampioen Max Verstappen hier nog niet gereden. Maar goed, dat hij gaat winnen weten we toch natuurlijk allemaal al, denk ik. Ik ben benieuwd of ik een beetje grip heb. Ik heb niet echt setups uitgekozen. Dus ik hoop dat het een beetje gewoon goed genoeg is. Het hoeft niet perfect te zijn als het maar goed genoeg is. Zo, mensen gaan niet hard doorheen, joh. Oh, nee. Ik ga buiten de baan. Domme lul. Ben ik 14e. Ah, jongen. Dit is niet het begin wat je wil hebben. Tegen die stiekem Matty aan het racen. Dan moet je jezelf wel laten zien, toch, man. Er is nog iemand donuts aan het draaien op start-finish. Roya Vistik 8. Dit is gewoon neppe Matty. Dat kan toch niet anders? Goed, we zijn uiteindelijk als 13e gekwalificeerd. Omdat we dus gedisqualificeerd zijn. Fucking zonde. Maar goed. Welke van deze Mongolen gaat mij er in bocht 1 afbeuken? Ik ben benieuwd. Oké, ik wil eigenlijk koulo voorzichtig bocht 1 ingaan. Maar ik denk dat dat juist van achteren niet goed gaat komen. Dus, oh, die vent vol me blijft al staan. Nou, we hebben in ieder geval positie gewonnen. Zie je, daar worden al allerlei beuken uitgedeeld. Oh, achter mij is de RS. Achter mij is de RS. Zo, we gaan er hier. Oh, dit gaat best goed. What the fuck, iedereen houdt elkaar heel. Voor nu. 3 bij tot deze bocht, dat gaat niet lukken, jongens. We rijden inmiddels op 10e. We komen hier best wel ongeschonden door de start heen. Oh, dit wordt heel lastig. Ja, kut. Waarom ga je ook zo fucking langzaam, jongen? Je bent toch geen pussy? Nou, wie veroorzaakt er weer een aanrijding? Oh, ik ben daar. Ah, die vleugel. Ja, dit gaat wel problemen kunnen opleveren. Ja. Ik wil helemaal niet naar binnen. Fuck dat, joh. Ja, die remt mij er nu wel makkelijk uit, denk ik. Oh, die kruis ik wel mooi terug. Oh, dat was best wel mooi eigenlijk. Oké, het gaat eigenlijk veel beter dan ik verwacht had. Ik had verwacht dat het zieke Harris zou worden. Wat ben jij aan het doen? Ik ben José Mourinho. Oh, nou, de eerste Mongool zit al voor me. Let op. Hup. Nou, die komt nu natuurlijk naar rechts. Ik denk, Remco tering laat. Kan hij me er ook niet afbeuken. Kijk, het voordeel is, dit jaar gaat er natuurlijk de aero via... Oh, wacht even, 3 wijd. Yo. De aerodynamica gaat nu natuurlijk via de vloer. Dus op zich is het niet heel erg dat ik een beetje schade heb aan mijn voorvleugel. Ik merk het wel bij het insturen. Maar op zich is het wel te doen. Hey, we gaan best lekker door het veld heen. Ik hoop dat ik hier een beetje doorheen kom. Want hier heb je aerodynamica wel nodig. Ja, ik moet gewoon een beetje liften. Ik kan daar niet vol gas doorheen. Zoals normaal. Oh, hier merk ik het ook heel erg. Dit is geen plek om in te halen. Ja, wat doe jij, jongen? Fucking frietpan. We rijden inmiddels 9e, we begonnen als 14e, dus het gaat best prima. Wat ben je aan het doen? Hij blokkeert weer volle bak. Oh, ik wilde terugkruisen, maar het ging niet. Nou, dat kost me weer een extra positie natuurlijk. Valt het mee. Oké, ik ben benieuwd. Deze sectie met een halve voorvleugel. Dat is in principe niet waar je heel vrolijk van wordt. Nou, nee, inderdaad. Nou, doei.
Daar was niks aan te doen. Oh, kut. Ja, als ik een pitstop maak is het helemaal klaar natuurlijk. Oh, dit is dramatisch. Hey, gratis positie. Terug in de top 10. Kut. Hallo. Downforce, waar ben je? Hey! Matje, ik kan beter zo zonder voorvleugel doorrijden. Ik kan geen apex raken en alles gaat mis. Maar ik pak altijd gratis posities omdat mensen crashen. Oh, misschien even doorschakelen erop. Die man voor mij lijkt ook wat problemen te hebben. Die gaat er ook niet meer helemaal lekker doorheen, hoor. Oh, blokkeert daar. Blokkeert nog een keer. We hebben nu DRS. Kunnen we hem in principe wel aanvallen. Ik ga proberen om geen batterij te verbruiken. Als we opschuiven naar plekje nummer 8. We gaan natuurlijk diep inremmen. Daar komt hij aan. Zij en zij, dit is mooi. Dit is goed geraced. Maar we hebben wel de positie te pakken. Virtueel rijden we nu gewoon 7e. We starten als 14e. Dus op zich doen we dat prima. We kunnen alleen niet meer volgen als we deze bocht heen. Dat is dan weer wel jammer. Maar dat weten we nu. Dus op zich is daarmee te leven. Hier moeten we wat eerder remmen. High speed. Ja, gaat helemaal de mist in elke keer, jongen. Oh, hier is Harris. Oh, hij rijdt op een rondje trouwens. En hij heeft eigenlijk schijt aan hoe de baan loopt. Dat bepaalt hij gewoon zelf. What the fuck gebeurt hier allemaal? Waarom krijg je nou een time penalty? Oh, ik snee een bocht af. Sorry. Die time penalty kan me nog best wel wat posities gaan kosten straks. Track limits, die vent voor mij ging alle kanten op. Houdoe. Oh, iedereen pakt nu time penalties. Dit is lekker. Dat betekent dat er dus niemand toe doet. En dat ik dus niet mijn positie kan kwijtraken aan die vent. Ik ga hier elke keer wijd. Ja, ik heb geen voorvleugel, dames en heren. Dat is toch gewoon lastig. Hij komt me nu wel gewoon in de positie voorbij. Dat is natuurlijk ook een optie. Oh, ze komen nu aan alle kanten. Oh, blokkeren, blokkeren. Ik ook veel te diep. Sorry. Wat doet hij hier? Die wil zich er even mee gaan bemoeien, of wat? Oh, die neemt de baan ook niet meer zo serieus. Kut. Ik heb geen DRS en ik verlies nog een positie nu. Dive bommen. Oh, hij gaat... Oh nee! Sorry! Ja, trouwens, sorry. Fuck deze shit. Oh, hier staan weer allemaal mensen. Wat gebeurt hier al? Oh, dus... Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt omheen. Ik weet ook niet wat ik zelf allemaal aan het doen ben. Komt er weer iemand voorbij geflatst. Oh, die pakken we nog. Oh, what the hell? Dat ging maar net goed. P8? Dat wordt het denk ik, hè? Ja, dat kan ik ook. Oh, what the hell doe jij, jongen? Nou, geen P8, want dit mag ik tegenwoordig. Oh, we hebben wel nog. Net P8. Ja, wat een fotofinish. Op 5000ste van een seconde. Zou ik terecht. Hij beukte mij die laatste ronde. Dan moet ik zeggen, ik heb ook wel wat mensen aangeraakt. Maar goed, bij mij was het pronkelijk. En dat kwam omdat ik geen voorvleugel meer had. Maar hé, van P14 naar P8, dat is helemaal prima. Dan moet ik zeggen, we hadden deze race net al gereden. Maar toen crashte mijn camera. Dus dit is eigenlijk de tweede keer dat ik doe. Toen werd ik derde. Ik wil het toch even zeggen. Want ik zie al mensen commenten van... Rob speelde vals. We hadden een race gedaan. En dan heeft hij opnieuw begonnen omdat... Nee. Die twee races heb ik opnieuw gedaan omdat mijn camera was uitgevallen. Ik was net namelijk derde geworden. Maar na die disqualificatie tijdens de kwalificatie... ben ik tevreden met dit. Tijd voor die tweede race. Hey, ik vertelde jullie net al over de nieuwe smaak van de Galia Meloen. Ook wel de Honeydew Melon genoemd. Maar dat is nu dus ook guave. Sorry, maar ik ben verliefd op guave. Ze hebben gewoon guave smaak. Ik ben benieuwd hoe die is. Best wel zoete vrucht. Dus ik denk dat dat best wel lekker is. Dus deze gaan we er even op knallen. Kijk, en het grote voordeel van dit. 1. Het water is nog steeds lekker koud in de stalen fles. Maar 2. Dit smaakt naar guave. En daardoor ook... echt heel erg zoet. Maar het grote voordeel is, ik drink gewoon water. En geen frisdrank met suiker of andere ongezonde toevoegingen. Maar ik heb wel het idee dat het iets zoets is. Ja, dit is top. Maat, Roya Vistic 8. Dat moet toch wel het nep-account van Mattie zijn. Dat kan toch niet anders. Oh, dat is een scheet. En dan denk ik, ja. Ja. Oké. Okay. Race nummer 2. In Mexico. Met dat teringlange rechte stuk. Waar je niks hoeft te doen. Ik lig nu al vierde. Dus mensen rijden met minder downforce dan ik. Maar goed, er komt ook nog een S-bocht aan. Een S-sectie. En dan kan ik misschien weer mensen terugpakken. Rijden vierde na dat eerste gedeelte.
einde sector 1, dus de vierde plek, nog weten we dat. We zijn lekker onderweg. We moeten gewoon even zorgen. Daardoor nam ik net wel echt te weinig risico, maar ik wil gewoon niet dat mijn rondetijd ongeldig wordt verklaard. Want ik wil gewoon een beetje uit de drukte blijven. En dat is lekker als je dan een beetje vooraan staat. Opeens rijd ik 11e. Wat gebeurt hier? Nou, dit is denk ik mijn gedeelte. Hier is mijn setup geweldig. En hier gaan... Oh, heel veel mensen de fout in. En ik was ook aan het skateboarden. Dit gaat maar net goed. Oké, okay, ondanks dat, nog posities verloren, zelfs posities gewonnen, dat had ik niet verwacht. Zo, die vent was snel zeg. Ben ik toch nog 9 uiteindelijk? Maat, die TSH vetbom jongen, dat is zeker niet Mattie in ieder geval. Dat is het ding wat je zeker weet. Hij is 2,4 seconden sneller. Kijk, ik heb echt wel ergens tijd laten liggen. Het was geen perfect rondje en ik durfde niet al te veel risico te nemen omdat ik bang was dat ik anders zou disqualificeren. Maar 2,4 seconden, dat is echt fucking veel hè. Oh ja, wist ik ook voor mij. Kutzooi. Nou, aangezien het net goed ging in bocht 1, zou het nu al gewoon een groot drama worden. Dit kan niet 3 keer goed gaan. Je valt altijd 1 keer uit, minimaal. Nou, ik hoop van zeker. Zo, ik mag nog niet snel uit, zeg. Oh, best prima start. Wat heet? Wat heet? We vliegen! We vliegen! Oh, ja, dit was het, dit bedoel ik. Wat een tyfus mogol. Het is ook nog mijn bodem. Dus ik kan er ook nog eens niks aan doen. Oh, er gaat er nog een. Ah, dan ben ik ook nog 3 illegale posities. 4 illegale posities. Ja, dat is ook wel scheid van die game. Maar ja, goed, ik krijg 100 seconden penalty. Het is weer klaar. Ik was zo goed weg. Hè. Het was zo'n wereldstart. Hè. Nou, hoeveel penalty? Hop, 5 seconden natuurlijk. Gele vlag genegeerd. Nou, ik had eerst keuze. Want kijk, er kwam iemand als een debiel invliegen. Ha! Wat blijft het toch prachtig, jongen. Online racen. Kom op man, waarom beukt iedereen maar de hele tijd? Doei. Dit zou ik niet mogen. Oh, dit is geen illegale overtake. Prima game. Doen we het voor. Helemaal goed. Hoppa. Inmiddels rijden we 10e, maar ja, wel 5 seconden penalty aan onze broek. Waarom heb ik een 5 seconden penalty? Ik word gebeukt. Wat kan ik er nou aan doen? Dames en heren, mensen thuis, laat even achter in de comments. Ga ik vandaag überhaupt 1 rondje met een volvleugel rondrijden? Of gaan we dat niet redden? En ga ik de gehele aflevering zonder volvleugel moeten doorkruisen? Ik denk het wel. Wat denken jullie? Prik hem er gewoon naast. Doei. Doei. Hé, hey, daar staat er hier eentje krom. Doei. Ja, ik heb toch die 5 seconden penalty, dus ik ga toch een fucking veel plekken verliezen aan het einde. En met deze man kan ik racen. Oh. Dit mag gewoon. Wat een fantastisch spel. Ik mag niet gebeukt worden, krijg 5 seconden penalties, maar gewoon tot 2 keer toe de bocht afsnijden. Geen probleem. Zo, zo. Zo. Daar is helemaal niks meer van over, jongen. Jurrier, doei. Ik heb wel vaker meegedaan in de video's, volgens mij. Laten we wat diep in. Zo, zijn achterlampje flasht al. Dan heeft hij nog maar 10% batterij. Ik heb nog 45. Nou, die pakken we straks nog wel. Maar ja, ik heb 5 seconden penalty, dus eigenlijk boeit het niet zoveel. Kijk, alles wat geel en oranje is. Oh, oh, oh. Hier, zijn batterij is nu al onder 10%. Ik heb nog 40. Maar met al deze straffen ga ik wel uit de top 10 vallen. Dat zou toch wel echt super jammer zijn. We willen gewoon puntjes. Ik heb nog veel te veel batterij over, maar... Ik heb niet echt het idee dat ik het ergens kan gebruiken. Hé, hey, zij hebben ook nu allemaal penalties. Misschien dat ik er iets... wat mee kan doen als ik een beetje weg kan rijden. Oh, ga ik er weer fucking diep in. Dat klinkt echt heel raar. Ik bedoel gewoon remmen, weet je wel. Heel mijn batterijen leeg trekken. Kijk gewoon bij hem weg, dat is mooi, hè. Maar hij rekt ze zo lang. En hij heeft DRS. Dan moet hij toch uiteindelijk wel komen, zou je zeggen. Ja, daar is hij. Fuck, heb ik helemaal batterij voor niks opgereden. Is er iets voor me? Is een RS? Dat was net even Harris, hè? Ik ga wel voor hem blijven, maar hij heeft 1 seconde minder straf. Dus ik moet hem helemaal losrijden. Dat gaat me niet lukken. Oh, sterker nog, deze bocht halen gaat me niet lukken. Oeh. Ik wil hem even op de baan nog pakken. Oh, huh? Jurrier, die beukte er net op vanavond was al voor geweest. Wow! Ja! Oh! Oh, dit botsauto is voor gevorderde. Ik zie allemaal auto's in me rijden. Dat kan toch een manier?
Ik finish wel als eerste van dit groepje, denk ik, ja. Alleen ja, nee, of niet eens, niet eens. Kut. Nou ja, ik ga helemaal terugvallen natuurlijk door de straf, of niet? Zo, maat, iemand had 12 seconden straf. Ik ben alsnog negende. Ik was helemaal niet slecht. Nou, wel, maar niet nou, alles wat er gebeurd is. Ik heb het er helemaal warm van, hoor. Holy shit. Dan is het toch altijd even afzien. Dus wel even heerlijk genieten van die koude Air-Up. Voorbereiden op die laatste race. Er staat een linkje in de beschrijving naar de website van Air-Up. Ga het zeker even checken, want als jij er nog steeds geen hebt, dan hoor je er echt niet bij. Iedereen tegenwoordig heeft toch een Air-Up. En ik heb ook nog eens goed nieuws. Met de code Robby krijg je namelijk de komende week 10% korting op het gehele assortiment van Air-Up. En het mooie is, we rijden zonder regels in Nederland. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Monza, daar kun je echt afsnijden. En als er dan geen regels zijn, kun je daar dus echt heel veel voordeel uit halen. Ook in de race, maar ook in kwalificatie. Maar in Nederland kan dat niet. Eigenlijk zit er geen één plek waar je echt af kan snijden. Je hebt misschien het stadiongedeelte, maar vaak kost het je meer tijd dan dat het je oplevert als je daar gewoon rechtdoor rijdt, omdat je dan door een grindbak heen moet. Oftewel, het enige voordeel wat wij zo meteen kunnen pakken is bij de start. Alleen, ik ben de enige die weet dat de regels uitstaan. Dus daar ga ik de boel kunnen opnaaien, kunnen flessen. En verder is de kwalificatie gewoon best wel normaal. Ik ben ook veel aan het lullen en ik ben hem bijna kwijt. Tot twee keer toe. We rijden op dit moment negende. Kijk, er is nog geen enkele plek geweest waar je af kunt snijden. Hooguit hier rechtdoor zou kunnen. Maar wat ik zei, dan moet je hier door die grindbak. En ik meen dat dat niet echt tijd oplevert, zeg maar. Dus we gaan hem gewoon proberen in de top 10 te kwalificeren. En dan weten wij zo meteen als enige dat we gewoon nog kunnen starten voordat alle lampen uit zijn. En daarmee kunnen we dan hopelijk stiekem een podiumplekje mee wegpikken. Want daarna boeit het niet meer dat de regels uitstaan. Want mensen kunnen geen voordeel meer behalen zonder regels. We kwalificeren ons precies als tiende. Oké, niet heel goed. Maar ik ben ook nooit zo goed in Nederland. 1.13.5. Die guy die eerste rijdt, 1.11.8. Hij is fucking goed, ouwe. Oké, hier moet mijn moment of fame komen. Niemand weet het. Maar op 4 rollen. Oh, wacht. Er is wel iemand die het weet. Wat de hel? Nee. Mijn plan is mislukt. Oh, nee. Nederland is te smal voor dit. Nee. Nee, ik kon er niet door. Oh, fuck. Nee, ik ben de laatste. Oh, compleet in de mut houden. En weer geen voorvleugel. Nee. Ik had Ghost aan moeten zetten kennelijk. Wist ik veel. Oh, er gaan hier wel mensen op schijfvlakken. En weet ik veel allemaal de muur in. Oh, ik rem niet meer. Nou ja, ik zou er inmiddels wel aan gewend moeten zijn om zonder voorvleugel te rijden. Maar goed. Oh, overal liggen onderdelen. Die vent voor mij heeft een probleem. Oh, botsauto's. Hey. Ik moet zeggen, met een rode voorvleugel was het wel echt helemaal klaar. Nou, aangezien dat remmen toch niet gaat, ga ik gewoon proberen om hier rechtdoor te gaan. Kijk, dit is wat ik bedoelde. Dit levert je eigenlijk nauwelijks iets op. Pak wel de positie hiermee. Nou ja, niet echt dus, want je hebt zo... Hey, dit is gewoon een AI die dit doet, of niet? Oh nee, dit is die stam. Ik dacht dat er een AI voor me reed. Oh, het gaat helemaal mis. De teamgenoot is ook binnen, die heeft ook problemen dus. Drama voor team van Red Bull Racing. Oh, wat blijft dit mooi zeg. We gaan nu wel de pits in, want dit is echt niet te doen. Al denk ik dat als ik de pitstraat in ga, ik zo meteen precies hetzelfde probleem ga krijgen. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Oh, ik moet die pitstop doen. Hoppa, optimaal. Nou, kom maar jongens. Kom samen met die Ferrari ook binnen. Die gaat me ook zeker weer lopen fucken, jongen. Hey, ik kom wel als eerste weer naar buiten. Hey, dit zijn mijn eerste meters echt met voorvleugel. Als in, elke keer ben ik het voor de eerste bocht eigenlijk al kwijt. En nu heb ik gewoon een heel stuk met voorvleugel. Er rijdt iemand ongeveer 4 seconden voor me. Die kan ik gewoon gaan pakken. Hey, die rijdt P13, man. Er is nog best wel wat mogelijk. Ik denk dat er best wel mensen met schade aan het rondrijden zijn. En aangezien ik nu nergens last van heb, ga ik die gewoon rustig nog wel kunnen pakken, hoor. De vent gaat me ook sowieso een beuk geven. Kijk, ze beginnen al, jongen. Nu al. Oh. Waarom was hij zo aan het wieven? Ik dacht hij beukt me van de baan af, maar hij deed het niet eens. Dat was best sympathiek van hem. Deze vent heeft ook een pitstop gemaakt, want dit is mijn teamgenoot. En die was net natuurlijk ook binnen. Dus die heeft als het goed is ook vers alles. Er is nu iemand binnen. Ik zweer, het top 10 kan nog gewoon nog. Ah, hij komt nu einde pitstraat trouwens. Dat is wel echt wel een heel eind wat we moeten. Sterker ook, het is bijna 10 seconden wat hij voor ons rijdt. 9 seconden. Ja, dan moeten er nog wel een paar mensen elkaar van de baan afrijden, willen wij nog de top 10 kunnen halen. Zo, die andere vent is nu alweer over start-finish. We rijden echt ver achter op de koploper. En inmiddels zijn we weer iemand voorbij. En die guy rijdt 10e.
En die zit maar 3 seconden voor ons. Er zullen nog wel wat gekke time penalties zijn van mensen die, weet ik veel, 20 seconden hebben of zo. Dat zie je altijd. Ah, die vent die binnen was, zat achter ons helaas. Ik dacht misschien is dat iemand die... Oh, het gaat hier helemaal mis. Of nou, mis. Wij gaan hier de 10 oppakken. Zo, was het een 10 minuut die eraf vloog? Of kwam die er goed doorheen? Oh, de top 10 is nu binnen handbereik. Er zijn natuurlijk geen regels, dus er gaat natuurlijk helemaal niemand straffen krijgen trouwens, zit ik nu te denken. Want die heb ik uitgezet. Oh, we rijden nu inmiddels in de top 10. Oh, oh, en we zijn hem kwijt. Oh mijn god. Good job, wat zeg jij broer? De top 10 zat erin, hè. De top 10 zat er echt in. Vliegen we er hier opeens met 4 man vanaf. Het kan nog steeds. Want dit is nog steeds de top 10. Ho. Kost me wel een stukje voorvleugel. Maar. We rijden in de top 10. Oh, wat een herres is dit weer, joh. Hier komt er weer iemand aan mijn binnenkant in gevlogen. Ja, hier zie je. Hartstikke idee, joh. Kan mij het schelen. Ik krijg geen time penalty voor. Dat scheelt weer. Ik wil gewoon top 10. We hebben nog 1 rondje. Oh, we rijden nog steeds 10. Oh, oh, hier gaat ook van alles mis. Uh-oh. Uh-oh. Ik ga veel te hard. Uh-oh. 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 Oké. Okay. Okay. Wat de hel gebeurt hier? Hoezo gaat hij zo hard? Oh, 4 wijd. Ja, opeens rij ik 7e. Wat gebeurt hier allemaal, joh? Of hoeveel ze? 8e. Oh, die andere guy is nu al gefinished. Hey, joh! Hey, joh! Wat doe je nou? Ah, dit was zo nodig. Kut, Wout. Doei. Ik heb maar 2 rondjes in de hele aflevering met voorvleugel gereden. Maar goed. Oh, daar zit hier iemand stil. Oh, what the fuck? Hij rijdt 16 en hij wordt geen ghost. Oké, okay, ik weet niet wat hier gebeurt. Dit meen je niet, hè? Dan gaan we top 10 plek. Dit is mijn top 10 plek. Ja, Rick, als je kijkt, je moeder is vast fucking trots op je. Nee! Ik was zo trots dat ik top 10 had gehaald met vals spelen. En dan lukte me toch... Ah, hij is eruit. En dan lukte me toch niet. Hé, hey, dit is de nummer 3. Die is al zijn outlap en zijn inlap bezig. Worden we toch 12e. Kutzooi. Zo, hij blokkeerde helemaal, joh. Hey, als je de nummer 3 inhaalt, ben je nu toch in principe de nummer 3 of werkt het zo niet? Zo, nee! We gaan de finish niet eens. Oh, nee. Oh mijn god, nou. Leuk, weer met kijkers gereisd. Ik hoop dat jullie net zoveel hebben gelachen als ik. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, tot de volgende keer. Later mensen.